Ja. Nou, vanavond wil ik jullie wat praktische dingen laten zien over aanbidding. Het is heel veel en het is eigenlijk te kort om dat allemaal in één avond te doen. Maar ik wil toch hier en daar wat kleine stukjes over vertellen. En misschien in de toekomst dat we per gedeelte dag nog eens een keer kunnen gaan uitweiden. Allereerst wil ik beginnen met de kroon. De kroon staat voor de almachtige koning. Ik heb voor deze kroon gekozen. Ik heb ook wel eenvoudige kronen. Maar ik dacht, nee heer, u bent zo mooi, u bent perfect. He, deze kroon straalt het belang erna nog niet af, de heerlijkheid van God. Maar het laat wel zien van, hij is teer, maar hij is ook robuust. Hij is liefdevol. Er gaat een glorie van uit, er gaat een heerlijkheid van uit. Hij, de koning der koningen, vandaar de kroon. Als ik nog verder ga, dan heb je hier een kan met water. Dat is het levend water. Het levend water wordt ook geassocieerd met het woord van God. Maar als wij de Heer gaan ontmoeten, hem aangenemen in ons leven, dan wil hij dat levend water, dat woord, in ons uitstorten. En wil het uitgieten, zodat wij dat gaan ontvangen. Ze zeggen ook wel eens, de Bijbel is een liefdesbrief van God. Nou, als wij die liefde van de Heer in ons hart gaan ontvangen, dan worden we blij en dan worden we stil. En dan raken we echt verbaasd over de grootheid en de liefde van de Heer. Achter mij, jullie hebben het al gezien tijdens de zangdienst, heb ik een lab om de muziekstandaard heen gedaan. In de regenboogkleuren. Dat zegt iets over de Heer. De Heer is namelijk niet alleen goud en wit, hè, reinheid, puurheid. Maar God is ook een God van veelkleurigheid. En die veelkleurigheid wil hij ook weer terugbrengen in de gemeente. Dat is de tempel van God waar wij samenkomen. Hè. Als de Heer in ons komt wonen, dan zijn wij een heilige tempel voor hem. En als we bij elkaar komen, dan zijn we als het ware de tabernakel. En de tabernakel, dat is de plek waar God wil zijn. Waar hij aanwezig wil zijn. En het is ook belangrijk dat als wij naar de dienst gaan, dat we hem ook uitnodigen. Dat we zeggen, Heer, u bent welkom in ons midden. Dat we ons openstellen voor datgene wat hij ons allemaal door de zang heen en door het woord wil vertellen. Dan hebben we hier het kruis. Nou, daar hoef ik niet veel over te zeggen. Jezus gaf zijn, of Heere God gaf zijn zoon Jezus. Het was het ultieme offer wat hij bracht, vandaar de rode lamp. Het bloed wat vloeide op Golgotha voor ons allemaal. En op het kruis staan allemaal namen van wie Jezus is. Door Jezus heen, ik kan het wel even zeggen. Ik ga het even anders doen. Ik ga even naar het andere. Er zijn verschillende vormen van aanbidding. Het aanbidden van de Heere God en het aanbidden van Jezus. Waar ga ik beginnen? Ik heb het woord al even gehad. Ik begin even bij de shofar. Jullie kennen allemaal een shofar? U weet ook dat het gemaakt wordt van een ram. En dat is één. Ik weet niet meer, dat moet ik eerlijk even bekennen dat ik dat even kwijt ben. Maar ik denk dat het de rechterhoorn is. Het zou ook de linkerhoorn zijn, maar mijn gevoel zegt dat het de rechterhoorn is. En die gebruikt wordt voor als shofar. Ze maken dat dan helemaal schoon. Als je erop blaast, dan geeft dat in het begin geeft dat echt een nare smaak. Dus wennen. Maar de shofar staat eigenlijk voor de waarschuwing. Vroeger in het Oude Testament, als men op de shofar blies, dan kwamen de volken bij elkaar. Dan hadden ze een banier. Ik heb daar even een moderne banier. Maar vroeger had je banier, er stonden alle stammen, de 12 stammen, uitgebeeld. Dus je had bijvoorbeeld de stam van Manasse, de stam van David, stam van Juda, enzovoort, enzovoort. En die hadden dan allemaal een bepaald teken. Nou, dat kan een leeuw zijn. Ik weet niet welke voorbeelden dat allemaal geweest zijn. Maar als er dan op de shofar werd geblazen, dan ging iedereen naar zijn eigen stam. De shofar wordt ook gebruikt in hedendaagse tijd tijdens de aanbidding. Dat is om daar kracht aan te verlenen. Want als je op de shofar blaast, dan blaas je eigenlijk Gods stem uit. En
dat heeft kracht. We hebben het ook al eens meegemaakt dat tijdens een genezingsdienst, dat iemand naar mij toe kwam en zei, Erna, zou jij op de show van willen blazen? Ik zeg, natuurlijk. En dat bleek om, het was een man die was nogal gebonden, was bezet, maar door het blazen van de hoorn kwam hij vrij. Dus het is ook tot genezing. En, maar ook tijdens de Joodse feesten wordt uiteraard natuurlijk de shofar gebruikt. Bij het Joodse nieuwjaar, bij het Loofhuttenfeest, dat is natuurlijk een geweldig feest. Nou, en als, dit is er nog maar één. Als je nou voorstelt dat er zeg maar 50, hè, ik ga maar even voor 50 uit, 50 mensen op de shofar blazen, wat voor geluid en impact dat heeft, niet alleen hier op aarde, maar juist in de hemelse gewesten. Omdat daar de strijd plaatsvindt. Om even in Israël te blijven, heb ik hier een gebedsdoek neergelegd. Dat wordt in het Oude Testament ook de talit genoemd. En aan de talit zitten, jullie kunnen dat daaronder zien, daar zitten koordjes aan. En als het goed is, dan zijn het 7 koordjes. 7 is het getal van de volheid. En blauw staat voor autoriteit, wit staat voor heiliging. En reinheid, puurheid, zoals God is. En eigenlijk ook de kleuren van Israël. Nou, wanneer wordt deze talit gebruikt? Met name als er gebeden wordt. Deze gebedsdoek is een hele bijzondere, want we hebben hem gekregen van een vriend. En die heeft hem gekregen van Dr. Morris Sorello. Dat is een grote godsman. En toen we hem in de handen kregen, nou, laat ik zeggen, het werd ons toegeworpen. Ik kon hem niet, wierp hem naar mij toe, maar er zat zo'n zalving op dat ik kon hem niet vasthouden. Dus ik gooide hem liefdevol naar mijn man toe. En mijn man kon het wel aan. Ik kon het gewoon niet aan. Het was te grote zalving zat erop. En ik had dat nog nooit meegemaakt. Maar we hebben deze gebedsdoek meerdere keren gebruikt om mensen daaronder te zetten. Ze te zalven en... ja, ook voor genezing en het heeft zeker impact gehad op de mensen die we daarmee hebben mogen zegenen en zalven. Nou, je ziet op het talit zie je vuur. Nou, dat staat voor de passie dat Jezus eigenlijk wil, dat we niet alleen hem lief hebben, maar zoals Hans het ook al zei in zijn woord, dat we een passie gaan ontwikkelen voor de Heer. Dat... He, wat Hans ook al zei, van als je verliefd bent op iemand, he, dan heb je alles voor elkaar over. En dat weet ik, in het leven hier op aarde kan de liefde een beetje weg hebben, maar daarom zeggen ze ook al, de relaties werken in uitvoering. Je moet er aan blijven werken. Zo af en toe moet de man eens een bloemetje meenemen voor de vrouw, maar ik moet wel vanuit het hart gaan. Maar ik bedoel, het is iets wat je vanuit liefde doet. Als je van iemand houdt, dan heb je dat ervoor over. Nou, en zo is het met God ook. Als je zoveel van God houdt en in de loop van je relatie, hè, ga je, naarmate je meer het woord gaat lezen en gaat begrijpen, dan gaat die liefde ook meer en meer groeien. Je gaat steeds meer van iemand houden. En dat is natuurlijk geweldig. Ja, aanbidding. Er zijn verschillende vormen. Een vorm waar je misschien niet aan denkt, is het avondmaal. Bij het avondmaal, dan laten we zien van Heer, u hebt alles gegeven voor mij, voor ons allemaal. U bent die ultieme weg gegaan. Uw lichaam werd verbroken, zodat wij leven ontvingen. Dan word je stil. En dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen, Heer, ik word er stil van, maar ik wil u danken. Ik wil u zo danken. Dat is een vorm van aanbidding. Het portemonneetje. Heel veel mensen denken daar ook niet aan. Maar als je geld geeft, is dat ook een aanbidding naar God toe. Als je bedenkt dat alles wat je krijgt, hè, je moet je voorstellen, de Heer geeft jou geld. Hij geeft jou alles wat jij nodig hebt om te leven. Het komt niet van je werkgever, hoor. Het komt uiteindelijk, komt van God. Hij heeft het ingesteld. En dan zegt God van, mag ik 10%?
er zijn zoveel mensen die dat niet doen. Dat is aan hunzelf. Ik vind het jammer, want daarmee loop je heel veel zegen mis. Het is ook de vorm van hoe geef je het. Vroeger, moet ik eerlijk bekennen, was zo van, oké, tiende, zoveel van mijn salaris. Even de machtiging schrijven, klaar. Zo, daar ben ik vanaf. Elke maand wordt het automatisch geregeld. Totdat de Heer me liet zien, dit is niet wat ik wil. En dan zeg ik, Heer, wat wilt u dan? Ik wil dat je elke maand stilstaat bij wat jij gaat geven. Dat je mij gaat danken. Dat je het allemaal, dat je dit allemaal uit mijn hand ontvangt. En als je dat, als dat meer gaat landen in je hart, dan zeg je, nee, ik wil niet 10%, ik wil zelfs meer geven. Want door het geld hebben wij al heel veel dingen, nou, niet alleen kunnen kopen, maar we hebben heel veel dingen ontvangen. Als je in ons huis kijkt, en ik zou u meenemen, we hebben niet een groot huis, maar als ik u meeneem van hoeveel mensen we gewoon dingen hebben ontvangen, of veel goedkoper, dan kun je wel zeggen, ja, slim hè, marktplaats.nl. Nee, dat is niet zo. Het is echt dat wij ervoor zijn gaan bidden. Dat we een bankstel vroegen en dat konden we nog een beetje betalen. Hij deed al korting op. Maar twee stoeltjes zouden we er ook graag bij hebben, maar dat konden we niet betalen. En zei de Heer, ga in geloof staan. Ik moest slikken hoor, echt waar hoor. Ik had er minder vertrouwen in als mijn man. Maar we hebben een bankstel gekocht voor heel weinig geld. En dat was echt een cadeautje. En we kregen de twee stoelen er gratis bij. Als ik de Heer niet had vertrouwd, dan had ik die twee stoeltjes ook echt niet gehad. Dus het is ook vertrouwen hebben dat de Heer het elke keer weer aanvult. Want het is zijn business. Het is niet mijn business hoor. Zijn business. De tamboerijn. Nou, we hebben het vanavond al gezien. Ik heb een paar hele mooie grote tamboerijnen gezien, geweldig. Dit is wat in de oude tijd werd gebruikt met de rijdans. Dus bij de Israëlische feesten, ook met linten eraan. Je kent ook Mirjam, die de tamboerijn speelde. En het is ook een vorm, de Heer zegt van, loof mij met heel mijn hart en met alles wat in je is. En dat mag natuurlijk door zingen, door klappen met de handen, het opheffen van handen. Juichen spreekt de Bijbel over, maar ook met instrumenten. Dat is onder andere ook de shofar, dat is de tamboerijn, maar dat is ook gitaar. En allerlei instrumenten, zolang het de Heer behaagt. En zolang je het voor hem doet. Dan komen we bij de vlaggen. Ik heb hier even de twee neergelegd. Hier ligt een blauwe vlag. En zou ik misschien niet zo zeggen, maar dat is een strijdvlag. Als je mee zou gaan vlaggen, dan ga je ook echt een gewapper horen. Ik ga het nu even niet voordoen, omdat we hierboven spullen hebben hangen. Kijk, we kunnen de Heer loven en prijzen, we kunnen blij zijn, we kunnen vlaggen in vreugde. Maar soms moet ook iets doorbreken in het geestelijke. En daar is een strijdvlag voor. Ik zeg er wel bij, als je gaat vlaggen, moet je wel weten wat vlaggen is. Je kan het niet zomaar doen. Ik bid er ook altijd voor als ik een... ik vlag zelf dan niet, maar... ik heb een cursus gedaan, maar dat was voor mij puur omdat ik graag wil weten wat de kleuren zijn. De betekenis van de kleuren. Maar ik heb toch een vlag gemaakt en ik heb hem al binnen gedaan. Toen zei ik, Heer... En je ziet zo vaak mensen die hebben vlaggen, die zien er zo prachtig uit. En het gaat dan niet om die pracht hoor, het gaat natuurlijk om de inhoud. Maar ik zei van, Heer, ik wil zo graag een vlag met het thema het vaderhart van God. Daar wil ik u mee eren, zodat ik thuis kan vlaggen. Dan kan zeggen, Heer, ik eer u, bent mijn vader, u bent mijn Abba. Gewoon tussen de Heer en mij, niet meer dan dat. Maar ik zei, Heer, ik weet niet hoe die vlag eruit ziet. Maar de Heer was zo liefdevol, dat een vriendin van mij, die was in een dienst, en ze ging even naar het toilet, en bij het toilet lagen allemaal flyers. En ze dacht, oh, dat is een flyer over vlaggen. Oh, Erna is ermee bezig. Weet je wat, ik stuur die naar haar toe. Ze heeft die hele folder niet bekeken.
Maar ik belde haar op en ik zei, oh, wat lief van jou. Wist je dat, heb je dat echt bewust gedaan? Dat vind ik heel lief van je. Ze zei, ik weet helemaal niet wat erop staat. Ik open die flyer en ik draai het om. En tot mijn grote verbazing staat daar een afbeelding van een vlag. En er staat onder Vaderhart van God. Van God. Toen wist ik, die vlag ga ik maken. Ik heb heel veel strijd gehad om het te maken. Want ja, Vaderhart van God, je bent bezig in de hemelse gewesten. En er is wel een vijand die niet wil dat jij je weer gaat loven, dat jij hem gaat prijzen. Ondanks dat Satan de engel was van de aanbidding. Hij werd uit het paradijs geworpen, uit de hemel. En omdat dat zijn ding was, wil hij juist niet dat wij hem gaan aanbidden. Dus we zullen alles aan doen dat je niet gaat loven, dat je niet gaat prijzen. Dat je je bezig houdt met hele andere dingen. Maar de Heer zegt, al zing je maar één lied voor mij. En je zingt het echt voor mij. Dan behaag je mij. Dan doe je hem vreugde. En ja, dat is natuurlijk net als dat je voor je geliefde een lied zingt. Op bijvoorbeeld een bruiloft. Of zomaar. Hè? Echt een lied dat je zegt van nee, het moet een lied zijn met inhoud. Dat je laat weten in het lied van, ik hou zoveel van jou. Jij bent mijn alles. Natuurlijk, de Heer is natuurlijk je alles. Maar hè, als man en vrouw, van je doet zoveel voor mij. Ik doe het ook wel eens naar Hans toe. Dan denk ik, oh wauw. Hij speelt goed voor mij, zeg ik wel eens. Hij doet zoveel voor mij. Maar doordat hij dat doet, word ik stil. En dan denk ik, wauw, wat kan ik voor hem doen? He? Maar des te meer, hoeveel meer kan ik voor mijn hemelse vader doen. Want hij moet wel op de eerste plek komen. Maar goed, dus ik heb die vlag gemaakt en ik ben er enorm blij mee. Soms zet ik hem ook alleen maar neer. En dan elke keer als ik ernaar kijk, denk ik, wauw, ja. Bent u groot? Bent u groot? En soms helpt het, hè? Om decoratie neer te zetten. Dit is voor mij ook een vorm van aanbidding. Dat ik laat zien van, Heer, ik kan nog lang niet alles laten zien wie u bent. Maar dit is nog maar een fractie van wat ik wil laten zien. Van wie u bent. En elke keer bid ik, Heer, als ik op tafel aankleed, Heer, als er maar één zijn die aangeraakt wordt. He, iemand kan aangeraakt worden door de vlag. Die ziet dat hart en die denkt, nou Heer, mijn leven is als dat kruis, zwart. Maar er zit zo'n glorie in dat hart. Ja. En dan kan de Heer zeggen, ja mijn kind, maar zo wil ik voor jou zijn. Ik wil door jou heen schijnen. Mijn bloed is gevloeid. Mijn prijs heb ik voor jou betaald. Dus jou komt dat gouden hart toe. Zo kan de Heer werken. En dat is ook mijn hart. Nog even over de vlaggen. Jullie zien hier ook, dit is een streamer onder andere. Er zijn allemaal verschillende kleuren. Nou, God is een kleur van veelkleurigheid, maar elke kleur heeft ook een betekenis. Nou, God, goud, ik denk dat jullie het allemaal met mij, dat jullie dat ook eigenlijk wel kunnen raden. Dus als goud echt puur goud is, hè, gelouterd goud noemen ze dat. Wist je dat als je dan goud gaat smelten, dat dan alle vuilheid eraf gaat. Want je pakt goud aan. Hè? Dus dan krijg je vingerafdrukken erop. Maar als het dan in de oven gaat, dan gaat zelfs al die zwarte afdrukken, dat is eigenlijk vet van je huid, hè? Dat gaat en vuil natuurlijk, dat gaat er allemaal af. Dus dat is allemaal smetteloos, puur goud. Nou, zo is God eigenlijk. Hij wil ook in ons leven werken. Hij wil ook alles wat niet goed is, al onze zonden, alles verkeerde denken, alles verkeerde spreken, dat wil je allemaal eigenlijk wegsmelten als het ware. En hij wil ons puur maken zoals wit. Rein en heilig. Want hij heeft dat zo bedoeld. En dat is een proces, dat gaat niet in één keer, maar we zijn op weg. Nou, ik kan niet helemaal goed zien, dit is oranje. Oranje, dat staat eigenlijk voor de passie van Jezus. Het is eigenlijk, als je het vergelijkt, hè, het vuur. Oranje het vuur. Ik zit nog meer in. Blauw. Nou, donkerblauw staat meer voor de autoriteit. Het koninklijke van God.
He, toen wij keken, toen koning Willem-Alexander en koningin Maxima, en vond ik zo mooi. Ik zag zo duidelijk de kleuren van God in hen. He, dat, Maxima had een, echt een blauwe, eigenlijk een koningsmantel aan. He, en dan dacht ik, hé, hey, dat refereert naar onze hemelse koning. Ze hadden, wie wat ze allemaal hadden? Het schiet me even niet te binnen, maar ze hadden allemaal symbolen dat ik dacht, je kunt het doortrekken naar het geestelijke. En dat dan die hele, nou dat hele feest eigenlijk, dat is voor mij een dubbel feest. En zeg, oh Heer, hoeveel te meer onze hemelse koning. He? Dat gaat nog met veel meer, nou ja, statigheid, ik wil het niet zo zeggen, maar met meer eerbetoon. He? Dan word je nog stiller. He, je bent nu al stil en je ging nu al kijken van, oh, wauw, mooi. He, hoe zoals de koning daar stond en daar echt autoriteit uitstraalde. Ja, maar ook de liefde, de vriendelijkheid. Onze hemelse koning straalde natuurlijk nog veel meer uit. En dan in zijn perfecte vorm. Lichtblauw is de kleur van de Heilige Geest. Je komt het ook weer terug in het water. Het levend water is ook... Dat is wel wit, maar ik bedoel, als je kijkt naar de oceaan en de zee, is het ook blauw. Dat is de geest die de Heer door ons heen wil laten stromen. En het is ook zijn geest waardoor wij, zijn geest en de aanbidding, waardoor wij dingen kunnen gaan doen. En dingen gaan uiten. Dan heb ik hier nog roze en dat staat voor lieflijkheid. Nou, zo zijn er nog veel meer kleuren. Wil je er meer over weten? Zoek dan gewoon op internet naar de betekenis van de kleuren, maar bid ervoor dat de Heer je ook de juiste site laat zien. Want tegenwoordig, Satan probeert ook daarin dingen af te pakken. Maar ga gewoon biddend daarmee om van Heer. En anders kom bij mij, dan wil ik je met alle liefde sites doorgeven. De Bijbel spreekt over ware aanbidding. Dat we hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat is op een zuivere manier hem aanbidden. Hoe doen we dat? Door een open relatie te hebben met de Heer. Dat is niet een eenrichtingsverkeer, maar het is tweerichtingsverkeer. Niet van jij doet wat voor mij, dan doe ik wat voor jou. Nee, het is onbaatzuchtig. Doe je iets voor een ander vanuit liefde, zonder iets terug te verwachten. Daarbij vraagt de Heer van ons wel toewijding en gehoorzaamheid, zoals we dat ook al zongen, hè? Dat we gehoorzaam moeten zijn aan Hem. Een relatie kost tijd, kost geduld, maar heb wel het verlangen daarnaar te streven. We moeten weten wie God is. Kijk, we kunnen zingen met een tekort aan ontzag en een tekort aan respect aan God. Komt jammer genoeg nog steeds voor in gemeentes. Maar dat komt, wat laat je toe in je hart? Als je hier naartoe komt en je hebt net wat gehad en je laat het niet even los en je gaat ermee aan de haal, wat gaat er gebeuren? Dan denk je, oh nou, moet jou even hebben hoor, ik heb net wat meegemaakt en negatief gepraat. Die ander wordt daar niet door gevoed. Die denkt ook van, oh ja, wat vervelend. Dus die wordt afgeleid van de Heer. En God wil dat niet. God wil dat als je hier komt, dat je alles voor zijn troon legt en zegt, Heer, alles wat me nog vasthoudt in mijn gedachten, in mijn hart, Heer, ik wil het loslaten, ik wil me vanavond richten op U. En het is niet alleen vanavond, het is aanbidding, het is een levensstijl, dat gaat 24 uur per dag door. Satan, zoals ik al zei, wil ons wegtrekken van God. Daarom moet ons doel zijn om nog dichter bij God te komen. En zeker in deze eindtijd. Ware aanbidding zorgt ervoor dat Jezus verhoogd wordt. Sommigen dansen. En er is niks mis met dansen. Maar soms dan dansen ze in de wereld en ze komen in de kerk. En ze dansen eigenlijk de wereldse dans in de kerk. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Je danst voor God. En als Gods geest in je gaat werken, dan ga
je niet meer wereldse dansen. Je gaat niet meer vleeselijk dansen. Maar je gaat op zo'n manier dansen vanuit de geest. Wat ik niet voor kan doen, want het is vanuit de geest. Maar dan zal het zijn tot eer en glorie van zijn naam. Zoals Hans ook zei, van als bijvoorbeeld zingen van over neerbuigen of neerknielen. Er zijn sommigen die dat doen. Die gaan dan bij dat lied neerknielen. Waarom? Om te zeggen van, Heer, ja, ik heb misschien van de week helemaal verkeerd gedaan. Heer, ik ben zo weinig bij u geweest en ik wil nu knielen. Ik wil vergeving vragen. Heer, ik wil weer verder met u. En dan na dat lied, dan kan daar wat gebeuren in je, waardoor je weer vrij wordt. Waardoor je nog meer kunt aanbidden. En waardoor God, het is geen inrichtingsverkeer. Als jij je uitstrekt naar God toe, dan strekt God je uit naar jou. En het kan zo zijn als je zit, dat God zo met je begint te spreken. En zegt van, je bent een geliefd kind van mij. Ik hou van je. En ik neem alles weg. Ik ben blij dat je bij me komt. He, maar ik ga met je verder. Nou, zo, ja, ik kan soms ook dingen zeggen wat je moet gaan doen. Je kunt soms wel een gesprek hebben op de stoel, terwijl wij aan het zingen zijn. En jij kan een ontmoeting hebben met de Heer. Nou, dat is iets waar we eigenlijk allemaal naar moeten gaan verlangen. Maar het is in die aanbidding en in de stilte. Ik wil doen wat de Heer van mij vraagt. En dat kan alleen, heb ik gemerkt, door heel dicht bij hem te blijven. Door gewoon eens even helemaal apart te gaan zitten. En te zeggen, Heer, Papa God, ik kom even weer bij u. Er is zoveel gebeurd van de week. En Heer, ik heb zo weinig uw woord gelezen. Ik heb misschien te weinig gebeden. Maar Heer, ik kom toch bij u om te vragen. Heer, wil u mij vergeven? En wilt u me weer een verlangen geven? Om uw woord te lezen, wil u me een honger geven? Naar meer van uw geest. En als je dat gaat doen, dan ga je gewoon zitten. Dat valt niet mee de eerste keer hoor, want dan gaat er van alles door je hoofd van, oh ja, moet ik de wasmachine ook even in de gaten houden, want ga straks de stad in en dan moet die wasmachine wel, ja, dan moet die was wel even opgehangen worden. Maar laat je daar niet door leiden. Laat je daar niet door leiden. Zeg, Heer, spreek maar. En dan komt het moment, dan gaat hij met je spreken. En dat zal zoiets geweldigs zijn, dat je alleen maar meer en meer naar die momenten gaat verlangen. Alles wat we doen, de aanbidding moet komen vanuit ons hart. En als wij dat doen, ik heb vergeten de kaarsjes aan te steken hoor, maar dat zijn geurkaarsjes. En dat symboliseert dan het lieflijk reukwerk. We moeten een lieflijk reukwerk voor hem zijn. Als we dat doen, en als we dat zijn, dan kan God zoveel meer nog in ons gaan doen. Want hij wil ons allemaal gebruiken. Allemaal. Maar het begint met ons hart. Waar zijn we op gericht? Zijn we gericht op andere zaken? Dan kunnen we hem jammer genoeg niet zo zien. Hij wil het zo graag, hij verlangt daarnaar. En zo tot slot, ik sla even wat dingen over. Maar dat zal het te lang waarschijnlijk. Lofprijs is een vorm van aanbidding. Het is uiterlijk tonen wat in je hart leeft. Als een kind bijvoorbeeld, een dochter van iemand, een diploma haalt, of een zwemdiploma, nou, dan zal de moeder, de oma, de vader, de opa, zal ontzettend blij zijn. Toch? Nou, wat doe je dan? Je laat die vreugde, laat je zien aan het kind. Je bent blij, oh, kom maar bij opa. He, en je gaat omhelzen, je gaat het knuffelen. Dat is een vorm van aanbidding. Je toont dat je blij bent. En zoals onze hemelse vader ook. De Heer zegt, hef je handen op. Weet u, de handen die we hebben, behoren heilig te zijn. Als ze heilig zijn, dan heffen we heilige handen op. Daar is God ontzettend blij mee. Dan zegt hij, wauw, is eer mij, is eer mij. Dan kan hij zo je neerdalen. Omdat we hem daarmee eren. We mogen juichen. Maar niet juichen zoals in een voetbalstadion. Maar juichen door te zeggen, Heer, u bent Heer. Halleluja, prijs uw naam. Het is een vorm van aanbidding wat God voor mij heeft gedaan. En wat de Heer nog voor mij gaat doen. Daar mag je hem in loven. Daar mag je hem echt in prijzen.
Zeg je, dank u Heer, u hebt een plan met mijn leven. U gaat geweldige dingen door mij heen doen. Ik prijs u naar al wat in mij is. En dan word je blij, toch? Al weet je helemaal nog niet wat je plan is. Maar God zegt, ik heb een goed plan voor je. En niet een slecht plan. Daarom kun je er al blij om zijn. Aanbidding is wat anders. Dat is dicht bij God zijn. Voor zijn troon staan. Kijk, als wij zingen, dan zingen we eerst de lofprijsliederen. We juichen hem en we loven hem, we prijzen hem om wie hij is en wat hij doet in ons leven. Maar de aanbidding is dat je stil wordt voor hem. Dat je zijn stem wil verstaan. Het is de liefde voor God, voor wie hij is. Vanuit een diep verlangen hem willen aanbidden. Tot slot, lofprijs is moeilijk als we niet weten wie God is. Ik dacht jaren geleden van, oh, ik heb de Heer aangenomen, dat maakt je blij. Zoals jullie hier zitten, heeft de Heer is ook gestorven voor jullie, heeft jullie ook geroepen, gedoopt. En, ja, we zijn vrij, vrij kind in hem. Maar toen dacht ik van, nou oké, dan ga je lezen, je gaat bidden, je gaat de wandel met de Heer doen. En het is al geweldig, totdat je erachter komt dat iemand een prediking had over wie je bent in Christus. Ik heb die hele preek op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik wist niet wat die man bedoelde. Ik zei, Heer, leg me uit wat deze man bedoelt. En na de prediking viel het kwartje. En toen begon ik daar, dan ga ik zoeken in het woord, hè, van wie u bent. En je gaat ermee aan de gang, je maakt als het ware een studie van. Toen kwam ik op een gegeven moment achter van, Heer, het lijkt wel een tweede bekering voor mij. Het was net of ik helemaal weer opnieuw de Heer leerde kennen. En dat was zo geweldig, maar daarin zit je kracht. Als je weet wie je bent in hem, kan je bergen verzetten. Dan word je niet meer bang, dan ga je, trek je niet meer terug. Dan is het, nee, ik neem de autoriteit, ik weet wie ik ben in hem. En in hem ben ik meer dan overwinnaar. En je kan ook zeggen, ja, ik weet, het woord zegt in hem ben ik meer dan overwinnaar. Ja, klaar. Maar als je weet dat hij die in jou woont, groter is dan die in de wereld is, en je laat dat gaat het beseffen, en je laat het landen in je hart, dan kan wie dan ook wat zeggen, maar jij blijft op het standpunt van de Heere God. En niemand kan je ermee van afhouden. Dus met andere woorden, je wordt sterker, je wordt krachtiger. Dat bid ik jullie ook toe, dat jullie hem ook leren kennen voor wie hij is. En aanbidding is moeilijker als je geen besef hebt van Gods heiligheid. Kijk, alle spullen die hier liggen is heilig. Ik stop het niet zomaar even in een kratje. En zo, oh, hup, even opruimen, hup, in de kelder leggen. Nee, ik ben daar voorzichtig mee. Ik weet dat deze kroon ook heel teer is. Dus daar gaat heel voorzichtig bubbelpapier omheen. En dan krijgt ook een speciaal plekje in mijn huis. Zo zijn nog veel meer dingen. Kijk, een vlag moet je nooit zomaar op de grond laten liggen. Dat is niet heilig. Het is van God. Deze vlag is van Dorothea. Nou, misschien heeft Dorothea hiervoor gebeden dat de Heer zegt van, ik wil dat je een oranje vlag maakt. Of dat ze een vlag gekocht heeft, dan dat diegene daarvoor is gaan bidden en zegt, Dorothea, de Heer zegt mij, deze vlag is voor jou. Daar zal je erin bevestigd worden. Maar dan weet je, het is niet dat je dit van die vrouw hebt gekregen. Nee, je hebt deze vlag van God gekregen. En als je het van God hebt gekregen, als je een cadeau van de koning krijgt, koning Willem-Alexander, dan ben je er ook zuinig op. Het is niet als je een medaille krijgt van nou, in een plastic zakje hoor. Het is een medaille in een prachtig mooie box. Mooi uitgevoerd, mooie stof. Dus ben je zuinig op. Nou, zo moeten wij ook zuinig zijn op de spullen die we van de Heer ontvangen. En aanbidding, zoals ik al zei, is een levensstijl. Dus het blijft niet alleen met de dienst,
maar ook thuis. En wil je meer weten over vlaggen? Wil je meer weten, ik heb het niet eens over dans gehad, maar wil je wat meer weten over dans? Of nou ja, welke vorm van aanbidding dan ook? Dan wil ik je heel graag uitnodigen naar de dienst van kom bij me en ik wil heel graag wat meer over vertellen. Ik heb meer dingen hier liggen. Het is, dan zie je al, het is al te veel om te benoemen. Maar misschien wel de volgende keer daar op verder kunnen gaan. En tot slot nog, mocht je echt meer over weten, dus een boekje wat dieper gaat, dat heet Van Traditie naar Ware Aanbidding. Het is geschreven door Hans Koning, ik heb het een keer gekregen. Het gaat dieper, maar het gaat dan ook over de strijd in hemelse gewesten, hoe je daar met vlaggen en met dans, hoe de Heer dat bedoeld heeft, maar ook over aanbidding en zo. Geheelheid. Dus ik wil zeggen, ik hoop dat jullie gezegend zijn en dat jullie ja, wat meer weten over wat aanbidding is. En ik zou zeggen, strek je er meer en meer naar uit. Amen.